Repatriant Audrey Mercuur is vol lof over het COVID-beleid van Suriname. Ze is een van de personen die gisteren vanuit Amsterdam is teruggekeerd na een maand te zijn gestrand in Nederland. Mercuur zegt dat de wachttijd gisteren op Schiphol niet te lang was. Ze is in verwachting en heeft daarom extra aandacht gekregen tijdens de vlucht. Mercuur is de komende 2 weken in quarantaine in Royal Torarica. Op Schiphol aangekomen was er een enorme rij van mensen. Het is best wel vlot verlopen. Er waren zelfs mensen ertussen die kwamen proberen. Maar uiteindelijk is het wel vlot gegaan. We werden behandeld door, of tenminste gewoon onze temperatuur werd afgemeten door het team, de artsen. Ja. En het is vrij vlot gegaan. Omdat ik zwanger ben, mocht ik uit de rij en zo. Dus ik ben sneller doorgegaan. Mercuur zegt dat ze in Nederland reeds in zelfquarantaine was. Ze heeft ook geprobeerd om altijd de social distance in acht te nemen. Ik had mijn dagen waarin ik in een dip zat, omdat ja, je mist je mensen en zo. Dus ik had mijn dagen wel. Oké. En hoe zit het met uw temperatuur? U voelt u wel goed? Jawel, ik ben zwanger, dus zo af en toe heb ik mijn dingen gemaakt. Voor nu voel ik me goed. En wordt in Nederland zelf heb ik me ook in quarantaine gehouden. Want daar is het nogal zo dat men je gewoon dwingt om afstand te houden, et cetera. Je voelt gewoon de druk dat je jezelf moet afzonderen. Dus het was niet zo moeilijk. Ja, dus dan bent u dat ook gewend geraakt. Klopt. En hoe is de opvang hier in Suriname? Waar logeert u? Oh, prima hoor. Royal Torarica. Tot zover Audrey Mercuur over haar ervaring in Nederland en haar opvang in Suriname na haar repatriatie.